Hallo schapgeleertjes van Justice Fragmentus, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie voorspellen. Het is eindelijk begonnen, de Eredivisie is eindelijk van start gegaan. Het heeft een half jaar geduurd door de coronacrisis en we zijn eindelijk terug. Helaas heeft mijn clubje AZ niet gespeeld, wat ik heel jammer vind. Maar in ieder geval, het is weer begonnen en dat is voor iedereen leuk. Laten we gewoon snel naar de uitslagen kijken. Om te beginnen met de eerste wedstrijd, FC Utrecht AZ, die is natuurlijk niet doorgegaan. Ik vind het als AZ supporter ook heel erg jammer dat hij niet door is gegaan. Ik vind het echt waardeloos dat als je een half jaar vrij hebt gehad, dat je dan vrij wil voor, tuurlijk een belangrijke wedstrijd, maar ik vind het waardeloos in ieder geval. Maar laten we dat afsluiten. Die wedstrijd is natuurlijk niet doorgegaan. Heerenveen Willem II werd 2-0. PEC Zwolle Feyenoord werd 0-2. FC Twente won met 2-0 van Fortuna. FC Emmen tegen VVV was een knotsgekke wedstrijd, werd 3-5. Heracles ADO Den Haag werd 2-0. Sparta tegen Ajax werd 0-1. FC Groningen PSV werd 1-3. En RKC tegen Vitesse werd 0-1. Dan gaan we even naar de ranglijst kijken. VVV staat voor het eerst volgens mij ooit van hun leven bovenaan met 3 punten. Natuurlijk hebben PSV, FC Twente, Feyenoord, Heracles, Heerenveen, Ajax en Vitesse ook allemaal 3 punten. Maar hun hebben het beste doelsaldo. Dus vandaar. En de beste doelpunten voor. AZ en Utrecht hebben allebei geen wedstrijd gespeeld. Dus als je minder wedstrijd hebt gespeeld, maar wel hetzelfde puntenaantal hebt als de andere, dan sta je wel gewoon boven hun, zeg maar. En dan hebben RKC, Sparta, Emmen, FC Groningen, ADO, Fortuna, PEC en Willem II allemaal 0 punten. En dan is het op doelsaldo gegaan wie er bovenaan staat. Voordat we aan dit lijstje beginnen, ik heb zoveel inzendingen gehad. Nog nooit zoveel inzendingen heb ik gehad bij Eredivisie voorspellen. Het is zelfs zo dat ik meer inzendingen heb gehad dan die er totaal hebben meegedaan aan het vorige seizoen. Dat is echt chaos. Ik vind het heel erg leuk. Het duurt voor mij wel iets langer met het nakijken. En zeker als ik een fout heb gemaakt, zeg het alsjeblieft. Want ik kan ook fouten maken en het gebeurt. Het gebeurt elk jaar weer, dus wordt het houdt in de gaten. Als ik een fout heb, zeg het tegen mij en dan pas ik het gewoon aan. Dat is echt geen probleem. Dan kijk ik gewoon opnieuw naar je scores. Maar dan weten jullie dat. Ik ben heel erg blij dat er heel veel mensen meedoen en ik hoop dat het gewoon zo blijft. Normaal staat hier altijd de top 8 van de voorspellers. Alleen omdat er dus meerdere mensen op de nummer 5 stonden, vond ik het sneu om dan zeg maar de onderste 2 weg te hakken, want dat is niet eerlijk. Dus er staan er nu iets meer, maar normaal staat hier de top 8. Jurgen staat bovenaan en die heeft 14 punten gehaald. Die is daardoor ook weekwinnaar, omdat het de eerste week is natuurlijk. Gerbes en Pas staan tweede met 10 punten. Dylan staat vierde met 9 punten. En Kenji, Tijn, Noctro, Koala, Danny, Jesper en Gepaneerde Aardappel staan vijfde met 8 punten. Als je een vraagteken ziet staan bij het logo, dan hebben we niet doorgegeven wat hun favoriete club is. Dus als ze dat nog even doen bij de volgende video, dan kan ik dat mooi aanpassen. Maar dan weten jullie in ieder geval hoe het eruit ziet. Boven mij staat dus de week weer naar Jurgen. Daar staat dus altijd degene die het meeste punten heeft gehaald in een week. En wat hier staat is eigenlijk altijd de totale score, zeg maar. Dan zijn dit de wedstrijden die we gaan voorspellen. We beginnen hier met speelronde 2 van de Eredivisie. De VVV Venlo moet tegen FC Utrecht. Dat is FC Utrechts eerste wedstrijd van het seizoen. Ook voor AZ is het de eerste wedstrijd van het seizoen tegen PEC Zwolle. Vitesse moet tegen Sparta. PSV tegen FC Emmen. Fortuna tegen Heerenveen. En ADO Den Haag tegen FC Groningen. Feyenoord speelt thuis in de Kuip tegen FC Twente. Willem II moet thuis tegen Heracles. En RKC gaat op bezoek bij Ajax. Dan hebben we nog een paar wedstrijden meer om te voorspellen. Namelijk de voorronde van de Champions League. AZ moet uit naar Dynamo Kiev. Dat is ook de wedstrijd waarvoor het verzet is, zeg maar. Dan hebben we nog Willem II die voor de Europa League voorronde tegen FC Progress Niederkorn moeten. Ik heb er nog nooit van gehoord. Dus we gaan kijken of het een beetje wat is. Ik hoop voor Willem II dat ze winnen. En de EK kwalificatiewedstrijd van de dames elftal. Nederland moet namelijk uit tegen Rusland. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van de nieuwe video van Eredivisie voorspellen. Ik zie jullie heel graag bij een volgende video. En ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios amigos.